Hoi, wij gaan vandaag lekker stretchen voor de eerste keer met mij. Voor de mensen die mij niet kennen, ik heet Franca. Ik kom uit Montreal, Canada. En ik ben een professionele circusartiest geweest. En nu dus bij Santelli. En ook in Groningen studeren. En ja, laten we maar beginnen. Lekker op je rug liggen. En we gaan batmans doen. Dus met één been krom, ander been recht. Gaan we 10 keer gewoon op en neer. En hier gaan we. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En nu gaan we weer naar boven en gaan we 10 keer hele kleine doen. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Je pakt je been vast en je heupen blijven natuurlijk heel erg gewoon goed recht op de grond. Pak het vast en je gaat gewoon heel langzaam eraan trekken. Heel langzaam, gewoon lekker rustig. Het is nog alleen maar opwarmen. We gaan hier eventjes lekker blijven. En ander been, hetzelfde. Dus 10 grote, 10 kleine en dan vastpakken. Even blijven. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak het vast. Het is natuurlijk heel belangrijk om voeten altijd mooi gespitst te houden. Benen mooi recht. En we blijven hier even lekker rustig bij zitten. Oké. Nu gaan we hetzelfde doen, maar de zijkanten. Dus ik heb hier een hele kleine kamer, maar jullie waarschijnlijk wat meer plek. Oké, dus 1 en 2 en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En je blijft. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En nu als het kan, probeer je het vast te houden. Naar je toe te trekken. Als het niet kan, blijf je gewoon zo zitten. Als het wel kan natuurlijk, dan moet je het vooral doen. En we blijven hier even rustig zitten. Natuurlijk met de voet gespied, kan je nu niet zien, maar is het wel. Zo. En heel langzaam weer naar beneden. Helemaal goed. Andere kant natuurlijk. En daar gaan we voor 1 en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. En kleintjes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Een wesp vliegt hier nu binnen. Voet vast als het kan, anders gewoon blijven en trekken. En we gaan hier even blijven. Helemaal goed, weer langzaam naar beneden. Super. We gaan nu op handen en knieën. En dan gaan we hetzelfde doen, maar naar achteren. Dus nog een keer 10 grote blijven, 10 kleine. En omdat we het natuurlijk niet vast kunnen houden, gaan we gewoon even blijven staan. Daar gaan we. Handen en knieën. Eerst rechterbeen. 1. Voor. 1, 2, kom. Voor. 1. Zes,
7, 8, 9 en 10. En boven blijven kleintjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Blijf boven. En met rechte benen en gespietste voeten nog een keer. Langzaam weer naar beneden. Andere been. Linkerbeen. En daar gaan we. Voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En kleine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bovenhouden. Langzaam weer naar beneden. Oké, dus actieve flexibiliteit is gedaan. We gaan nu lekker naar passief flexibiliteit. Dat is gewoon rustig, normaal stretchen. Dus we beginnen met spagaat. Rechterbeen voor. Dus zo. Hier. En dan gaan we halve minuut blijven zitten. Probeer nu echt je heupen recht te houden. Je schouders zoveel mogelijk boven. Zelfs als je kan, handen achter. Dat zou super zijn. Hoeft niet natuurlijk. En we blijven hier heel even zitten. En probeer elke keer als je uitademt een heel klein beetje meer naar beneden. Nu zonder handen doen. Dus handen voor 10 seconden helemaal boven. En 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heel goed. Blijf nog heel eventjes. En dan gaan we zo zitten. Met voet voor geflext. En hier nog een keer de heupen helemaal goed recht. En je probeert met je navel naar je knieën te gaan. Dus niet met je hoofd, maar echt met je buik zo. En probeer zo laag mogelijk te gaan. En als het niet genoeg stretcht, dan kan je altijd je tenen vastpakken en naar je toe. Naar spagaat. Zo. Oké. Zo, nog een keer. Heupen recht. Dus. Zo. En we houden voor het begin de handen op de grond. Maar we gaan zo meteen ook 10 seconden doen met de handen in de lucht. Zodat we lekker kunnen zakken. Nog een keer, als dit niet genoeg stretcht, dan kan je nu niet zien, maar de voet hier voren spietsen. Niet spietsen, flexen bedoel ik. Als het wel genoeg stretcht, dan gewoon normaal mooi spietsen. Allebei de voeten zoveel mogelijk. En ook allebei de benen recht. We gaan nu zonder handen doen. En go. Voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Super, we kunnen nu relaxen. En we gaan het andere been doen. Dus linkerbeen voor. Ridderpositie. Wij noemen dat de ridderpositie. Dus zo, handen op de grond. Hier, maar het liefst nog een keer. Hier
Even rustig zitten. Oké, handen naar boven voor 10 seconden. En go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Super. Hier, met geflexte voet voor. En... Nog een keer probeer als je uitademt om net wat verder te gaan. Dat helpt altijd om door de pijn heen te gaan. Als je lekker gewoon rustig ademt, dat helpt altijd. Oké, naar spagaat nog een keer. Nog een keer het belangrijkste bij spagaat. Ik vind het niet erg als het niet op de grond raakt. Als je heupen maar recht zijn. Dus niet open. Echt recht. En ook altijd, ik weet dat ik het nog een keer zeg, maar dat vind ik echt heel belangrijk. Rechte benen en gespietste voeten. Echt altijd. Dus handen nog op de grond. Probeer lekker te ademen. Probeer lekker rustig te zijn. Stretchen is een soort meditatie. Dan moet je lekker rustig van worden. Oké, we gaan 10 seconden met de armen boven doen. En go. Voor 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Kom weer uit. En dan gaan we in de butterfly. Butterfly positie. Dus zo zitten. En je probeert echt om heel recht te zitten. Dus niet te krom. En dan doe je heel rustig je handen op je knieën. En dan nog een keer ga je met je buik naar voren. Dus het is niet met je schouders of met je hoofd. Maar echt je buik die naar voren gaat. En die je voeten probeert te raken. Dus met je handen hier. Je duwt heel zachtjes en met je buik naar voren. Je kan ook met je handen voor doen als je voelt dat je benen al genoeg stretchen of dat het niet hoeft dat je handen erop gaan. Dus dan kan je ook hier. We gaan hier heel even blijven. Hetzelfde, maar met benen wijd. Dus 1, 2, sjoep. Zo. En hetzelfde met de buik naar voren. En hier dus belangrijk dat je voeten niet meegaan. Dus als ik naar voren ga, wil ik niet dat mijn voet ook hier naartoe komt. Maar het blijft goed open. Dus zo. Voeten blijven open. Alleen maar het lichaam. Wat verder. Probeer echt je buik op de grond te doen.
naar boven. En wat we nu gaan doen is de kikkerpositie. Noem ik hem. Dus zo. En dan met benen wijd, maar met kromme knieën. Dus zo. En dan met je heupen echt probeer een lijn te krijgen met je billen. Dus een knie, billen en een andere knie. Echt in een mooie rechte lijn. En dan probeer je heel langzaam weer te ademen. Je kan ook lekker op je armen gaan liggen, dat is altijd fijn. Super, dus we kunnen er nog een paar seconden in blijven zitten. En daarna gaan we naar de volledige split. Ik heb echt een wesp hier met mij in de kamer. Ik ga hem even proberen uit te doen. Is gelukt. We gaan nu naar de volledige split toe. Dus met allebei de benen wijd en recht. En gespitste voeten. Dus hup. Van hier gewoon heel langzaam naar beneden zakken. En als het niet meer kan, dan blijf je gewoon op je handen. Als handen te hoog is, dan ga je naar je ellebogen. En als dat ook te laag gaat, dan kan je gewoon op je buik gaan liggen. En hetzelfde telt dus met de full split hier. We hebben dus allebei de benen zijn in een rechte lijn met de billen in het midden. Dus niet te veel naar voren met je lichaam en niet te veel naar achteren. Dat echt een mooie rechte lijn is. Dan kan je natuurlijk ook aan, als je met mensen woont of aan je ouders, kan je altijd vragen of je goed zit. Dus als je in een mooie rechte lijn zit, dan kunnen de ouders zeggen van, yes, super, we doen het goed. En we gaan hier nog een paar seconden blijven. En lekker uitademen. Zodat het wat makkelijker wordt. Oké. Fantastisch. En nu heel langzaam de benen weer in het midden doen. En we gaan ze nu hiervoor en lekker even schudden. Zodat de heupen wat rustiger worden. Oké. En nu met je benen nog steeds naar voren. Dus zo. Gaan we met handen naar boven. Helemaal tot naar beneden. En het is hier ook belangrijk hetzelfde. Dat het echt dus je buik is die naar voren gaat. Dus eerst met je buik. En als die helemaal ver is, dan mogen je armen ook. En dan mag je hoofd ook gaan. Maar eerst je buik. En mooie gespitste voeten. Als je erbij kan, is dit ook een mooie tijd om je voeten te stretchen. Dus dan kan je blijven in de positie, maar het kan zo. En dan de tenen naar beneden duwen. Zo. Als je zo zit. Dus allebei de handen op de voeten. En de grote teen naar beneden drukken. Dan doe je twee oefeningen in één. Even als laatste oefening gaan we echt de voeten stretchen. En hoe we dat doen? Je gaat zo zitten met één been krom, ander been voor. En je doet
je tenen op de grond. Zo. En dan ga je heel langzaam tegen je hak en enkel duwen. Dus je kan zo gaan zitten. En dus met je hand hier. Heel langzaam. Het is belangrijk om hier echt met je hele been recht te blijven. Dus als ik het voor jullie doe, ga je zo. En dan ga je dus niet hier duwen of hier duwen, maar echt in het midden. En dan moet, als het goed is, moet het echt over de hele voet heen een beetje stretchen. Het is wel een vreemde stretch. Het is niet hetzelfde als spagaat en split. Maar als het goed is, als je dit elke dag doet, dan krijg je hele mooie voeten aan het eind. Super, andere voet. Dus hier op zitten. Andere voet met tenen op de grond. En tegen de hak. Heel rustig naar voren. Het is bij mij ook heel veel hoor. Super. Hier nog even zo. Nou, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat het een beetje helpt. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. En ik hoop dat ik jullie ook allemaal snel weer zie. Of zie als ik jullie nog niet heb ontmoet. En dan nog een hele fijne dag gewenst. Doeg!